Een lui lekker land voor verzamelaars was de ruilbeurs, tevens tentoonstelling die in Den Haag werd gehouden. Bij de collectie hoofddoeken was er een die werd gemaakt ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koning Willem III. De trots van deze verzamelaar zijn de onderscheidingen, waarvan hij er meer heeft dan menig hoogwaardigheidsbekleder. Spanje en China waren er vertegenwoordigd door bloemrijke waaiers. In de afdeling sterke drank gingen de flessen van hand tot hand. Twee verzamelaars gingen op de fles en sloten een ruiltje waar ze geen spijt van hadden. De lucifersmerken waren sterk vertegenwoordigd en ook daarin werd een levendige ruilhandel gedreven. Honderden distinctieven trokken de aandacht van vele bezoekers. De eigenaar heeft hier alles, vriend en vijand, op één kaart gezet. De prentbriefkaarten vonden een willige markt, al verwisselden de prentjes soms niet zo vlot van bezitter. Eén verzamelaar heeft door heel wat zure appelen heen moeten bijten, voordat hij al deze sinaasappelmerken bijeen had. Hij heeft er zelfs één met een afbeelding van koningin Wilhelmina en prinses Juliana. En natuurlijk waren er ook de muntenverzamelaars, die elkaar niet met gelijke munt betaalden. Zo komen op gezette tijden de leden van de vereniging De Verzamelaar bijeen om de collecties van anderen te bekijken en eigen verzamelingen aan te vullen.